Yes, hallo iedereen en welkom terug bij een nieuwe educatieve video van Alles Over Crypto. En dit keer ga ik het artikel van Matt Timmermans bespreken. Zo doe je onderzoek naar altcoins in 5 stappen. Een van de ongeschreven regels in de wereld van beleggen en investeren is toch wel dat het belangrijk is om goed onderzoek te doen voordat je ergens geld in stopt. En het doen van dergelijk onderzoek is belangrijk om te begrijpen waar je in investeert en wat de kans van slagen voor een project is. Dus dit artikel ben ik redelijk van onder de indruk. Het gaat vooral over de 5-6 belangrijkste stappen voor het doen van fundamenteel onderzoek. En er wordt een beetje nog gepraat over Warren Buffett en hoe hij erin staat. En ik ga het even bespreken, mijn eigen mening geven. Nou, waarom is onderzoek doen belangrijk? Door onderzoek doen kan jij snappen waarom een project een kans van slagen heeft, ja of nee. Je wilt natuurlijk niet investeren in een project dat waarschijnlijk in waarde zal dalen. Want ja, dat is niet echt de bedoeling natuurlijk. Je wilt dat je geldwaarde omhoog gaat van je portfolio. Dus dat je niet ergens in gaat investeren wat slecht gaat of dat je gaat gokken. Dus onderzoek doen en het zelf ook kunnen doen in plaats van luisteren naar anderen is heel erg belangrijk. Want wanneer één groep zegt dat cryptomunt aangekocht moet worden, dan zullen zij dat ook doen. En een heleboel mensen volgen dus de menigte. Maar dat is niet altijd het juiste om te doen. Er is zelfs in investeren en traden wel een beetje, ja, de consensus van wat de menigte doet is waarschijnlijk wat je niet moet doen. En Warren Buffett is ook een goed voorbeeld van natuurlijk met be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Oftewel, doe eigenlijk altijd het tegenovergestelde van wat de menigte aan het doen is. Dus, de belangrijkste reden is dat andere mensen het niet altijd goed hebben. Je weet immers niet waar zij hun conclusies op baseren. In het geval van een hypecoin of een memecoin is het vaak zelfs gebaseerd op gebakken lucht. Dan hebben ze bots in bijvoorbeeld in Facebook of Discord, Reddit, Telegram, zodat het lijkt dat er heel veel mensen bezig zijn met dat project. Maar dan is dat, ja, gewoon onzin en wordt je eigenlijk een beetje voorgelogen. Nou, een andere reden is dat je vaak een veel hoger rendement kunt behalen als je zelf onderzoek doet. Want op het moment dat je zelf onderzoek doet, kun je namelijk ook projecten ontdekken die nog niet door de grote menigte zijn ontdekt. In veel gevallen is het zo dat je al te laat bent wanneer iedereen het erover heeft. Ja, dat klopt. Dus je wilt in de meeste gevallen dus eerder zijn, zodat je een cryptomunt voor de beste prijs kunt kopen. En dit zegt Warren Buffett ook in dat filmpje hieronder. Die heb ik net ook even gekeken. En hij zegt ook van, als jij de vaardigheid hebt om een project of een bedrijf te kunnen vinden die jij op waarde kan schatten en dat jij eigenlijk in je eentje kan bepalen wat bijvoorbeeld de aandeelprijs of de prijs van een crypto zou moeten zijn, Dat je dan eigenlijk pas goed kan kijken van, nou oké, gaat die ook voor die prijs op de markt? En kan ik misschien deze coin of aandeel, kan ik die misschien veel goedkoper krijgen dan waar die nu, dan de waarde die ik eraan heb gekoppeld. Dus als ik denk dat iets $10 waard is bijvoorbeeld, maar op de markt is die nog maar 10 cent... ja, dan is dat natuurlijk hartstikke slim om het dan te kopen. En Warren Buffett zegt ook van, ik ben expres niet naar Wall Street gegaan vroeger. Want daar werd ik eigenlijk alleen maar beïnvloed door mensen die zeiden van, doe dit en doe dat. Maar als ik hier gewoon thuis zit en lekker die bedrijven onderzoek, dan kom ik op een gegeven moment tot de conclusie van, nou, dit aandeel is dit en dit waard. En daarna gaat hij pas kijken wat zo'n aandeel echt waard is op de markt nu. En dan besluit hij van, nou, wellicht stap ik hier wel in, want ik vind het ondergewaardeerd. En dat is hoe hij zijn hele kapitaal eigenlijk heeft opgebouwd. Hij heeft ook altijd tech-aandelen ontweken, omdat hij, ja, achter de notie staat van, ga nooit investeren in iets wat je niet begrijpt. En hij begrijpt tech gewoon niet goed. Dat zegt hij ook in zijn oudere interviews. En hij heeft dat ook over Bitcoin allemaal gezegd, dat hij gewoon niet bezig is met tech. En in deze video worden dus 6 van de regels voor stock investing, dus in aandelen zeg maar, worden behandeld. En hier staat ook van, nou, koop onder intrinsieke waarde. Dus dat is wat ik net zei, van kijk of hij eigenlijk duurder zou moeten zijn. En zo niet, koop hem dan. Nou, zorg ervoor dat je het juiste temperament hebt. Dus money managers moeten een goed temperament hebben. En Warren Buffett zegt van, nou, dan moet je emotioneel consistent zijn en niet op emotie alles ineens verkopen enzovoorts. Je moet een lange termijnvisie hebben voor een paar jaar.
Nou, kijk naar het bedrijf en niet de prijs van het aandeel of de crypto, zoals ik net zei. Nou, ga niet met hype mee. Koop alleen dingen die jij begrijpt en maak investeren niet te ingewikkeld. Ik vind het een hele mooie video. Ik laat de link naar deze blog in de beschrijving achter hieronder. Dus als je die ook wil kijken, ga er even heen en dan vind je de video daar. Nou, verschillende soorten onderzoek. Hè? Matt heeft het erover dat je fundamentele analyse hebt en technische. En dit artikel gaat dus vooral over fundamentele. En technische analyse is dus vooral lijnen tekenen door middel van indicatoren en herkenningspatronen. En hier wordt gezegd dat het uitvoeren van de technische analyse vele malen moeilijker is dan het doen van een fundamentele analyse. Daar ben ik het zelf niet helemaal mee eens, want technische analyse is eigenlijk gewoon de grafiek pakken en is voor elke coin ook weer hetzelfde. En fundamentele analyse moet je eigenlijk bij elke coin weer helemaal opnieuw beginnen. Dus ik snap wat hij bedoelt, ik snap het heel goed. Technische analyse is zeker niet makkelijk of zo, maar als je het eenmaal kan, dan kan je het ook heel snel weer dupliceren voor andere coins eigenlijk. En fundamenteel onderzoek moet je toch per coin weer de hele tijd opnieuw doen. Dus hè, ik snap wat hij bedoelt, ik snap het zeker. Maar ik ben het er zelf niet helemaal mee eens. Ik vind zelf fundamenteel onderzoek waardevoller. En ik vind het ook toch wel wat moeilijker eerlijk gezegd. Een technische analyse is gewoon wiskundige lijnen tekenen, indicatoren en zo. Het is leuk, alleen in mijn ogen is het nooit een volledig beeld. Maar alleen fundamenteel onderzoek doen is ook geen volledig beeld. Dus hè, het beste dat je ze gewoon allemaal doet. Fundamenteel, sentimenteel, technisch. Nou, nummer 1 voor goed fundamenteel onderzoek doen. Bekijk de website van het product. Hè, hier wordt gezegd, de informatie die je in het onderzoek nodig hebt is bijna allemaal te vinden op de website van het project. Waar je de analyse op uitvoert. Dus op die website hè, kan je al vaak zien van is het serieus of wordt het eigenlijk alleen maar een beetje om geld geaast? Is het misschien een scam? Is er een white paper? Is er een roadmap? Wie zit in het team? Zijn er foto's van die mensen te vinden? Hebben ze partners? Hebben ze social media kanalen? Etcetera, etcetera. Pas ook op dat die partners kunnen ook gewoon gelogen worden. Hè? Mensen in het team kunnen ook allemaal gelogen worden. Dus kijk goed op LinkedIn of dat dan allemaal wel klopt enzovoorts. En mensen die een pump en dump starten, die willen liever niet herkend worden natuurlijk. Dus mensen die zo'n soort token opzetten, die hebben vaak niet hun gezicht ook daadwerkelijk op die website staan. Dus dat kan een rode vlag zijn als ze dat niet hebben. Nou, lees de whitepaper goed door. Hè? Welke blockchain wordt gebruikt? Welk probleem wordt opgelost? Waarom is die coin waardevol? Wie is de doelgroep? Hoeveel geld gaat er rond in de markt waar zij actief in zijn? Hebben ze een plan voor de toekomst? Is er veel vraag naar producten van concurrenten? En zou je het product zelf gebruiken? Dus eigenlijk een soort marktonderzoek. Hè? En dat haal je dan vaak uit een whitepaper. Een whitepaper is een soort pitch van, het zijn gewoon A4'tjes eigenlijk. En soms is die 20 pagina's, soms 150. Het verschilt enorm. En het is heel slim om dat gewoon te gaan lezen. En heb je nou nog geen gelezen, begin dan gewoon met de Bitcoin whitepaper, want die staat ook online. En daar wordt dan verteld hoe dat werkt. En hier staat ook nog een video over hoe je die analyseert. Dus nogmaals, als je die wil kijken, link in de beschrijving hieronder naar deze blog. Nou, team adviseurs en partners van het project. Hoe het team van een project eruit ziet, is alles bepalend voor de kans van slagen. Natuurlijk is een goed team, partners en adviseurs geen garantie voor een goed project. Echter kan het wel een van de vele indicatoren zijn. Ja. Dus als een team en een project er gewoon goed uitziet. Hè, en ze hebben allemaal partners en advisors. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar zoals ik net al zei, ga wel echt even kijken of dat dan ook echt zo is. Hè. Wellicht kan je ze bellen. Klinkt misschien gek, maar bel die mensen gewoon op. Ga vragen van, is dit echt waar wat je hier doet? Zitten die mensen gewoon met je naam te pronken? Zitten ze te liegen? Het is belangrijk dat je weet dat het legitiem is voordat je echt investeert. Nou, wie zijn de concurrenten en hoeveel zijn het er? Wanneer een cryptoproject zich bevindt in een markt met grote concurrenten, kan dit betekenen dat het een lastige taak wordt om de grootste te worden? Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Even kijken, wanneer er maar 4 concurrenten zijn, is het veel makkelijker om de beste te worden dan wanneer er 60 concurrenten zijn. Ja, dus je hebt bijvoorbeeld Chainlink en dat is een oracle. En dan heb je Band en dat is ook een oracle. En ja, tussen die twee is het vaak de vraag van wat levert Band eigenlijk wat Chainlink niet doet. En er zijn wel meerdere oracles, maar eigenlijk de meeste mensen zijn het wel over eens in crypto dat Chainlink momenteel de beste is. En de anderen hebben eigenlijk
ja, steeds minder om te bieden, omdat ze eruit geconcurreerd worden. Ethereum en Cardano heb je ook. Nou, Ethereum zit nu ook gigantisch veel concurrentie op. Je hebt Binance Smart Chain, je hebt KuCoin Community Chain, je hebt binnenkort Pulse Chain. Je hebt Harmony, je hebt zoveel Ethereum clones. En Cardano wil dan ook nog zo'n smart contract soort Ethereum-achtig ecosysteem worden. Nou ja, dan is het maar de vraag, wie gaat hier nou echt winnen? En Ethereum is momenteel de grootste natuurlijk, los van Bitcoin. Maar Bitcoin gaat misschien ook weer smart contracten implementeren. Nou ja, goed. Zelfs voor de twee grootste crypto's die er zijn, Bitcoin en Ethereum, altijd opletten wat de ontwikkelingen zijn, waar gaat het heen, welke nieuwe dingen worden toegevoegd en waarom. Nou, de toekomstplannen van het project, een roadmap. Hè, een roadmap is inderdaad een beschrijving van wat de toekomstplannen van een project zijn. Dus goed kijken wanneer dat er is. En dan kan je dus kijken wat erin gaat staan, wat erin staat. En willen ze in de toekomst nog dingen toevoegen die ervoor zorgen dat ze beter worden dan de concurrenten, ja of nee. Goed kijken, de hele roadmap van Ethereum ligt ook openbaar. Dus die kan je ook bekijken. En hier is ook nog een video van Andreas, zie ik, in deze blog. Nou, die kan je nog gaan kijken van wat een roadmap precies is. Dus link weer in de beschrijving. Karaktereigenschappen van de munt of token. Nou, dit gaan we even voorlezen. Het is normaal dat de munt in het begin nog alleen bij een gedecentraliseerde exchange te koop is. Zoals Uniswap of zo, of PancakeSwap. Echter is het belangrijk dat ze in de roadmap aangeven ook plannen te hebben om naar grote exchanges zoals Binance, Coinbase of Kraken te gaan. Want dan is er natuurlijk meer vraag en aanbod. Er zijn meer gebruikers daar, meer exposure. Een ander punt waar je naar kunt kijken is de marktkapitalisatie en de omloop. Er zijn twee verschillende soorten omloop. Dit is het aantal munten dat op het moment in omloop is, de circulating supply, en het aantal munten dat totaal in omloop kan zijn, de total supply. Dus Bitcoin heeft bijvoorbeeld een total supply van 21 miljoen munten. En als jij de circulating supply bekijkt, nou, dan is dat wat lager. Dat komt omdat een heleboel bitcoins moeten nog gemint worden, hè, door middel van miners enzovoorts. Dus die moeten nog gaan bestaan. En als die circulating supply als die laag is, dan kan de prijs omhoog op zich, als de marktkapitalisatie ook gelijk blijft. Dus dan kan je de prijs per coin uitrekenen als je de marktkapitalisatie weet en de circulating supply. Nou, het zijn allemaal kansen en mogelijkheden en er bestaan dus ook uitzonderingen. Wanneer er bijvoorbeeld proof of burn wordt gebruikt, kan een total supply groter zijn omdat er ook veel tokens verbrand zullen worden. Het is dus belangrijk om naar het geheel te kijken. Ja, zeker. Nu heb je wel dat een heleboel van die coins die zitten te promoten met we gaan heel veel burnen en zo. Pas daar ook mee op. Sommige zijn gewoon legitiem. Ze hebben het ook bij BNB gedaan bijvoorbeeld. En het wordt wel vaker gedaan, ook bij Swissborg bijvoorbeeld. Maar er zijn ook een heleboel coins die zeggen, ja, we zijn deflationair. Hè? De prijs gaat omhoog, want we gaan ze allemaal verbranden. Maar ja, dan zit er eigenlijk helemaal geen reden achter waarom dat gebeurt. Of ja, het wordt gewoon puur gedaan om de prijs te pompen. Dus pas op er ook mee. Nou, na het lezen van dit artikel weet je welke stappen je kunt volgen wanneer je een onderzoek wilt doen naar een cryptoproject. Dit zijn in ieder geval de stappen die Matt dus zelf doorloopt. En je kan voor jezelf bepalen of je het ook op deze manier wilt doen. Ik ben heel erg onder de indruk van deze blog. Ik vind het een goede samenvatting van de zes stappen die je eigenlijk zou moeten doorlopen om iets fundamenteel te kunnen beoordelen. En natuurlijk is het handig als je kennis hebt van markten en van crypto enzovoort, zodat je wel echt begrijpt wat je eigenlijk onderzoekt en waar je op moet letten. En als je meer wil weten, kijk dan even in de links in de beschrijving. Want we hebben de masterclass natuurlijk. We hebben Crypto Signals, dat is technische analyse. We hebben Crypto Mastery, die geef ik zelf. Dat is fundamentele analyse en DeFi en cryptotrends, et cetera. Dus als je dat allemaal interessant vindt, ga dan vooral even een kijkje nemen op de links in de beschrijving. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.